Goedemiddag. We zijn hier bij een van de oprichters van Awesome op dit moment. Dat is Karin. En Karin, wat vind je momenteel van Awesome? Nou, ik vind het een geweldig project. En ja, we hebben gewoon heel veel succes. Mensen zijn blij met ons, wij zijn blij met de mensen. Mijn liefje, wat wil je nog meer? Oké. Ja, en waarom is het leuk? Waarom het leuk is? Nou, het is, voor de mensen is het laagdrempelig. Het kost eigenlijk bijna niks of heel weinig. En ja, het loopt gewoon. Ja. En de doelgroepen die we willen bereiken, die bereiken we. Oké. En wat doe je zelf bij Awesome? Zelf ben ik voor het herstel van kleding. En het allerbeste ben ik in ritsen inzetten. Oké, goed. Dus als mensen nog een rits nodig hebben, of zo, of iets moeten vervangen, iets is stuk, dan kunnen ze bij jou terecht. Dan kunnen ze hier terecht. Goed zo, ja. Voor een heel laag prijsje. En waarom is Awesome voor jou zo belangrijk en niet ergens anders? Nou ja, het is dus sowieso heel erg belangrijk, omdat ik zelf bij het begin gestaan heb van het oprichten. En dat was dus al van, we moeten iets hebben voor mensen met een kleine beurs. Ja. En de andere oprichter, Talita, die vond dus dat onze klerenkasten leeg moesten. Ja. Dus die combinatie samen, dat was gewoon geweldig. Okay. Ja. Wat zou Awesome nog meer kunnen doen? Ja, ik denk nog meer aan de weg timmeren. Misschien nog meer vrijwilligers aantrekken. Ja. Die dus ook een dagbesteding zoeken. Ja, ja. En dan zullen wij ze wel aan de gang houden. Oké. Dat weet ik zeker. Goed, ja, dat is zo, ja. Oké, terug naar Awesome.